Hey allemaal, welkom bij deze video waar we gaan starten met het project van Foreshooter. Dit wordt jullie allereerste Unity project. En in deze kleine video gaan we even door het installatieproces heen, zodat jullie weten wat jullie nodig hebben. En in de video gaan we ook alvast de resources inladen die we nodig hebben om het project te kunnen gaan maken. Dus voor degenen die het nog niet hebben gedaan, op de Unity website kun je Unity downloaden. Dus dan kunnen we naar unity.com. En dan gaan we naar de Resources Download Unity. En dan krijg je de downloadpagina. Nou, hier kun je Unity zelf downloaden. Maar eigenlijk willen wij gaan werken met de Unity Hub. Dan kun je veel beter bijhouden welke versie je hebt geïnstalleerd. Dus download deze voor jouw computer. En installeer deze. Vergeet niet dat je misschien even moet inloggen of een gratis account maken. Unity is volledig gratis, dus maak je geen zorgen. Kan gewoon met je school e-mail, kun je gewoon een accountje maken, zodat je dingetjes kan gaan downloaden ook. Als we dat zover hebben, dan kunnen we de Unity Hub gaan openen. En bij mij staan er al een hele hoop projecten in, want het is natuurlijk niet het eerste project wat ik doe, maar in jullie geval is die wellicht leeg. Dus het eerste wat we nodig hebben is checken dat we de goede versie van Unity hebben geïnstalleerd. Dus hoe ziet Unity Hub eruit? We hebben hier ons account, we hebben projecten, installaties, learn en community. En zoals het al zegt, installs zegt natuurlijk welke versie van Unity we geïnstalleerd hebben. Nou, in dit geval, ik heb er een aantal geïnstalleerd. Maar wij willen eigenlijk een nieuwe gaan installeren. Hier rechtsbovenin staat een install editor. Je ziet hier een pop-upje met verschillende versies van Unity die we kunnen installeren. Je hebt de Long Term Support, LTS, en de Other Versions, dat zit in de Official Releases. Wij willen eigenlijk altijd werken in de Official Releases en dan de laatste versie van de LTS. Dus je ziet hier 2021.3, dat is de vorige versie, en 2022.3, dat is de huidige versie. En je ziet al dat dus 2023 ook al beschikbaar is, maar die is nog niet LTS, dus die heeft nog misschien wat foutjes erin zitten. En de LTS-versie zorgt ervoor dat wij altijd de goede versie kunnen gebruiken die stabiel is. Op het moment van opname is dat 2022.3.7f1. Het kan zijn dat op het moment dat jij dit downloadt 7f2 of 12f1 is, of dat het nummertje achteraan verandert. Zolang het maar 2022.3 is, en minstens deze, dan zit je voorlopig even goed. Is die er niet meer? Bespreek even met de docent of we over moeten stappen naar bijvoorbeeld 2023 als die LTS wordt. Controleer het altijd even voordat je het project gaat opstarten. Ik heb hem al geïnstalleerd. Ik zal dus even deze aanklikken om te laten zien wat voor pop-up je dan krijgt. Dan krijg je een tweede pop-up met allemaal informatie die we eigenlijk niet allemaal gebruiken. Het enige wat ik jullie aanraad is als je de 2022 versie gaat installeren, is dat je even de Windows Build Support aanklikt, zoals hier al blauw is. Double check dat even. En dan kun je gewoon op Continue drukken, waarna die gaat installeren. Als we deze niet hebben, kunnen we er geen game van maken. Dus dat is wel handig als we die hebben. Dus klik rustig de 2022.3 LTS aan en installeer hem. En als die zover is, dan staat hij bij je install, staat hij er hier gewoon bij. En je ziet hier ook onder Windows bij allemaal staan. Dus ik kan hier bellen voor Windows maken. Cool. Als dat zover is, kost even de tijd, want heel veel Unity moet installeren. Dan gaan we een nieuw project maken. In dit geval de Foreshooter. En hoe we dat doen, is we klikken links op Projects. En we gaan rechtsboven naar Nieuw Project. Ploep. En krijgen we weer een ander scherm. En hier staat een hele hoop onzin tussen. Ja, en we hebben er eigenlijk maar twee nodig. Dat is de standaard 3D-scène. Je kan ook natuurlijk 2D-games maken of specifiek voor mobile. Er staan allemaal VR, er staat van alles in. Maar wij gebruiken de 3D-sample-scene, URP, Universal Render Pipeline. Dus dit is de versie die we voor de Foreshooter gaan gebruiken. De sample-scene zorgt ervoor dat er een klein voorzetje is. Met belichting en dergelijke, dat we iets sneller aan de slag kunnen. Als je de 2D of de 3D zonder de sample scene hebt, dan krijg je gewoon een hele lege scène en dan moet je het helemaal zelf gaan doen. Dus je hebt hier bijvoorbeeld 3D sample scene URP en 3D URP en die is leeg. Dus we willen deze zodat we iets sneller aan de slag kunnen. URP voor games. Dan is er ook nog een 3D sample scene HDRP.
Die is blijkbaar meer op Unreal, dus die heeft allemaal raytracing en dat soort dingetjes erin. Die gaan we later dit jaar ook gebruiken, maar voor nu, voor de game, gebruiken we de UUP. Dus de 3D sample zien HDRP en de 3D sample zien UUP zijn degene die we gebruiken. Dus in dit geval UUP. Het kan zijn, ik kan hier al een nieuw project maken, dat jij eerst het download, de template moet downloaden. Dus als je daarop klikt, download vooral eerst de template. En dan is het een kwestie van naam geven, Forest Shooter. En kiezen waar op je computer je hem wil hebben. Nou, ik heb dit al gedaan. Dus hij geeft bij mij ook een error van hij bestaat al. Als jij hem opslaat op je computer, dan druk je op Create Project. En Unity gaat ervoor zorgen dat hij allemaal dingetjes gaat inladen. Komen er pop-ups, gewoon op ja klikken, laat maar lopen. En als het zover klaar is, worden we begroet in Unity door de volgende scène. Ploep. Daar zijn we dan in Unity. Waarschijnlijk hebben jullie de dark mode aanstaan. Ik ken het niet anders dan met de light mode, dus ik werk in de light mode. En we worden begroet door Unity in dit geval. En daarom hebben we ook voor de sample scene gekozen. Hier zit al een kleine scène in. Als voorbeeld, zodat we alvast kunnen kijken hoe Unity werkt. Ik ga jullie een kleine tour geven door de scène, voordat we onze eigen assets in gaan laden. We hebben verschillende schermen. Dus we hebben hier links onze hierarchy. Er staat hier sample scène. En daar zit een camera in, een lamp en allemaal andere dingetjes. En dat is wat we hier zien in onze scene view. En dit werkt eigenlijk bijna hetzelfde als een Blender. Dus middelmuisknop om te pannen. Alt linkermuisknop om te draaien. Rechtermuisknop kun je jezelf draaien. Probeer het even rond met de controls. In- en uitzoomen met scrollwiel. Dit moet je even aanvoelen hoe de camera werkt. Je kan hier ook doorheen vliegen. Rechtermuisknop ingedrukt houden kun je rondkijken. En dan kun je met WASD kun je vliegen. En dat is wel handig als je bepaalde dingetjes moet kijken. Met E en Q naar beneden. Dus voel vooral eventjes hoe je in de scene view kan kijken. En dan krijg je een goed beeld van hoe je rond kan draaien. Je kan hier dingetjes selecteren. Dan krijg je de blauwe outline of de oranje outline. Je ziet hier ook al dingetjes open poppen. Dus dit werkt net als een Blender met collections. Dus we hebben hier bijvoorbeeld de example asset. Dat is een foldertje waar alle objecten in zitten. En we hebben daar een workshop set in. Dat zijn iets minder objecten, want de lamp is los bijvoorbeeld. En we hebben nog de drywall. Dat is bijvoorbeeld alleen de muur. Dus objecten zitten in elkaar. Dus als je alleen dit ziet en ik wil bijvoorbeeld alleen de helm selecteren en ik dubbelklik erop dat die oranje wordt, dan zie je die hier helemaal in de props weggestopt zitten. Dan kan ik hem gewoon verplaatsen. Dan zie je ook rechts in onze inspector allemaal dingetjes oppoppen. Als ik niks geselecteerd heb, is het leeg. Pak ik bijvoorbeeld de helm weer, dan krijg ik hier allemaal informatie over het object dat ik geselecteerd heb. Dus hierboven is een positie. Daar zit een model op. Daar zit een material op en er zitten allemaal wat settings en hieronder zit de material. Dit gaan we allemaal gaandeweg ontdekken, dus maak je vooral niet druk. Maar onthoud dat in je inspector zitten al je settings die je nodig hebt voor je objecten. Dan hebben we beneden nog een hele hoop foldertjes staan. En dit is zeg maar je File Explorer van Windows, dus je mapje. Hier staan alle onderdelen in die we kunnen gebruiken in het project. Dus de hierarchy is echt de scène waar we in werken. Waar als hieronder in de Assets folder staan alle onderdelen van het project die we kunnen gebruiken. Dus hier staan scènes, hier staan scripts, settings, allemaal dat soort dingetjes. Hier komen al onze data in te staan. Dus stel voor in de Foreshooter gaan we een boom inzetten, dan komt hier in de folder komt de boom te staan. Of we gaan een level maken, dat komt dan hier in de scène folder komt te staan. Dus hier kunnen we eigenlijk alles vinden. Ik vind foldertjes niet zo prettig zo, op deze manier. Ik heb liever een lijstje. Hier beneden zie je een kleine slider, dan kun je ze groter maken. Of je kan ze in een lijstje zetten. Poep. Dit vind ik prettiger. Dit is helemaal naar je eigen keuze wat jij prettiger vindt natuurlijk. Over prettig gesproken. Ik vind deze hele layout als artist heel vervelend, omdat ik niet goed kan zien wat ik wil doen. Want dit is mijn scène waar ik het level in kan bouwen. Maar ik wil ook de game kunnen zien. Allebei tegelijkertijd. Ik wil zien wat voor invloed dat het heeft. Dus hier bovenin is de default layout. Ik heb hem eigenlijk altijd op 2x3 staan. Dan kan ik ook hier, dan is het ietsjes verspreid. Dan heb ik hier mijn scène view. Dit is wat de game ziet. Die kan ik hier bijvoorbeeld ook gewoon op een normale PC-resolutie zetten.
Dus dit is wat mijn camera ziet. Dit is waar ik het level kan bouwen. Dan heb ik hier alles uit het level zitten. Dat vind ik iets handiger. Met Alt-klik kun je ze allemaal openvouwen. En dan heb ik hier, kan ik even wat sliden. Ligt er een beetje aan hoe groot je scherm is. Dan heb ik hier allemaal foldertjes staan. En dan krijg je meteen een extra balkje met de inhoud van het foldertje. En ook hier kan ik hem weer in een lijstje zetten. Dus stel voor, ik klik hier op het textures foldertje. Dan klap die hier open. Dan kan ik hier ook weer openklappen, concrete. En dan zie ik hier meteen de textures zitten. Dus dit vind ik de prettigste layout. Twijfel je, home gewoon lekker op default. Of kijk even rond wat voor jou werkt. Dit is mijn favoriete layout. En die zul je ook in de video's vooral gaan zien. Dus voor zover de kleine tour over hoe Unity werkt. Ik ga hem even weer terugzetten op de game resolutie. Dit is even proberen. En dat gaan we eigenlijk met de eerste opdracht doen. Maar voordat we de eerste opdracht kunnen doen, moeten we eigenlijk even alle onderdelen inladen die we nodig hebben voor de Foreshooter. Op de Elo staat een downloadlinkje. En die kun je een bestand downloaden die we in Unity kunnen gaan halen. En als we die erin halen, hebben we eigenlijk alles wat we nodig hebben, hebben we beschikbaar. En dan kunnen we echt aan de slag met gaan bouwen en de game. Als je hem gedownload hebt, sla hem op je computer in een foldertje waar jij hem kan vinden. En als je die op je computer hebt staan, is het zo makkelijk als op de asset folder te klikken in de project tab. Rechtermuisknop, import package, custom package. Dit kun je gewoon rustig meevolgen, kan bijna niet fout gaan. Als je daarop klikt, krijg je een foldertje. Dan kun je gaan zoeken op je computer waar je het bestand op staat. Nou, ik heb hem hier in mijn 2023-2024 Foreshooter mapje staan. En hier staat mijn Foreshooter Setup Unity Package File. En deze package heeft eigenlijk alles wat we nodig hebben om de game te bouwen. Dus wat we voor jullie gedaan hebben, is een aantal assets voor het bos al bij elkaar gezet. Zodat jullie niet alles zelf hoeven te bouwen. En de gameplay zit al in elkaar, zodat we meteen kunnen beginnen met spelen. Dus wat we dit project gaan doen, is variaties maken op objecten, die uitwisselen en het hele level gaan bouwen, zodat we goed gaan weten hoe de controls in Unity gaan werken en wat we er wel en niet mee kunnen doen. Heb je hem gevonden? Hoef alleen maar op open te drukken. En Unity gaat hem openen. Dus eens wat we hoeven te controleren is dat alles gewoon netjes aangevinkt is. Het is een best een lijst met spul. Schrik niet. Dan hoef je ook niet per se allemaal te weten wat het is. Ik ga in de volgende video gaan we rustig nalopen wat er allemaal in zit en hoe het eruit ziet. Voor nu gaan we hem gewoon even rustig importeren. En we laten Unity zijn dingetje doen. Dit duurt even een paar tellen. En als we dadelijk klaar zijn, pop je hier al die objecten bij. Niet schrikken, het kan zijn dat Unity zegt van, oeh, wat moet ik doen? Ik weet niet wat er gebeurt en ik hou hem zo. Dan gaan we dadelijk ook even kijken of we dingetjes moeten fixen of niet. En wat het allemaal inhoudt. Dus nu op dit moment haalt hij alles gewoon lekker op de achtergrond binnen. Dus dat betekent ook in de toekomst, als je projectjes wil doen en je hebt dingen gemaakt en je wil ze overdragen aan iemand anders, dan kun je zo op die manier prima samenwerken. Door packages te maken. Dus nu zie ik hier een aantal folders erbij, Foreshooter, First Person Controller, Example Assets. Er staat van alles staat hier nu in, wat we kunnen gebruiken voor het spel te maken. Misschien is het je ook al opgevallen dat hier beneden komt een uitroeptekentje staan met er is van alles mis of help. Als we daarop klikken, dan krijgen we onze console, noemen we dat. En hier staan errors in. Geel met een uitroepteken over het algemeen mogen we negeren. Komt er een rode met een uitroepteken te staan, dan is er misschien iets mis. Gebeurt het gedurende de video's die je nu ziet, ga ik je laten zien hoe je die moet fixen. Gebeurt het je in de les en kun je dus niet spelen van je spel, ga vooral even naar de docent, gaan we samen kijken wat we kunnen fixen, zodat het bij jou weer klopt. Als het geel is, kunnen we hier gewoon op clear drukken en wegklikken en dan is er niks aan de hand. Nu hebben we alles erin en nu zijn we klaar om eigenlijk te gaan beginnen aan de eerste opdrachten. Maar voordat het gebeurt, ga ik eerst in een aparte video met jullie even doorlopen wat we nou allemaal precies hebben ingeladen. En daarna kunnen we rustig beginnen aan de eerste opdracht. Dus voor nu laat ik het heel even hierbij. En dan zie ik jullie in de volgende video.